Ben je wel eens in een boom geklommen? Eén keer, en toen had ik wel een groene broek. Het is nog niet makkelijk in een boom klimmen. Nee, behalve als er heel veel takken zijn. Ja, die takken een beetje laag zijn, nog niet? Nee. Heb je wel eens een grote mens in een boom zien klimmen? Nee. Eén keer wel, volgens mij. Dat was jouw papa. Ja. Ik ga een verhaal vertellen van een meneer die in een boom klimt. Oh. Waarom eigenlijk? Je kunt het een beetje raaien, hè? Ja, klopt. Juist. Zacchaeus, zo heet hij. En Zacchaeus, die was niet zo populair, jongens. En waarom? Ja, die ging geld ophalen bij de mensen. Belasting. Nou, is belasting wel nodig om alles een beetje te kunnen regelen. En voor wegen zijn geld nodig. Maar het land was bezet door vervelende Romeinen. En het eigen mensen hadden niks meer te zeggen. En, nou ja, belasting vooruit maar. Maar wat deden ze ook nog? Ze staken de voer veel te veel en staken ze in eigen zak. En Zacchaeus was ook iemand, ging belasting halen om het aan de bezetter, aan de vijand te geven. En hij stak een hoop in eigen zak, hij was rijk. Wat hoort je op een gegeven moment? Nou, een drukte op straat. Ja, Jezus komt eraan. En daar had hij van gehoord. Hij was nieuwsgierig. Hij denkt, ik wil die toch wel eens zien. Ja, en dan komt hij naar buiten. En het is daar heel druk. En hij ziet niks. Waarom ziet hij niks? Omdat er mensen er allemaal voor staan. Ja, en? Hij is klein. Hij is klein, ja. En toch kroop hij in een boom. Ja. Dan kan hij het wel zien. Hij was klein, dus al die mensen dachten van, ja, wij laten jou niet voor, je zoekt het maar uit. Kijk, als je nou een beetje aardig vindt, dan denk je, wat mijn kleine mens, dan kom maar een beetje vooraan staan, maar bij hem niet. Maar hij denkt, je wilt toch Jezus zien? En inderdaad, hij klimt in een boom. En grote mensen die in een boom klimmen. Is er niets? Nou ja, volgens het verhaal klimt hij in een boom. Ja, in een vijgenboom. En de mensen lachen hem uit. Hé, ga je ook nog eens vogelnestjes leeghalen? Of ga je vijgen plukken? Maar ja, hij denkt, ze moeten mij toch niet, wat kan mij het schelen? Dus hij klimt met zijn hele chique kleren in de boom. Hij verstopte zich een beetje, maar toen zag Jezus hem wel. Hij zat tussen de bladeren en hij denkt, nou hier zien ze me verder niet, die paar mensen hier vooruit maar. En daar komt Jezus aan, het is een hele drukte en mensen proberen ook Jezus aan te raken, want hè, misschien gaat er toch een krachtige werk vanuit dat ik genezen ben, dat lees je vaker, hè? Een hele drukte. En als Jezus bij die boom is, dan stopt hij ineens. En wat doet hij dan? Hé, hey, jongen daar, kom er eens uit. Ja, hij kijkt omhoog. En hij ziet Zacchaeus. En Zacchaeus schrikt zich dood van, oei, wat nu? En dan zegt Jezus iets waarvan de mensen denken van, hoe kan dat nou? Zacchaeus. En Zacchaeus denkt, hoe weet hij wie ik ben? Jezus kent van iedereen de naam. En mensen zijn belangrijk voor God. Hè? Iedereen heeft een naam. En ze allemaal... Kijk, als ik door de landerijen rijd en ik zie daar een kudde koeien, ja, die zien er voor mij allemaal hetzelfde uit. Maar een boer, die kent ze allemaal, één voor één. En een hele mensenmassa, ja, die ken ik ook niet. God wel, die kent ze allemaal. Zacchaeus. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Kom eens uit die boom. Ja, en dan? Waarom? Waarom zit je daar? Nee, dat vroeg je niet. Nee. wat wilde Jezus eigenlijk? Hij zegt, Zacchaeus, ik wil bij jou te gast zijn. Mag ik bij jou komen eten? En de mensen denken, ja maar Jezus is toch een profeet? Weet hij dan niet dat die Zacchaeus een ellendeling is? En wil hij nou net daar te gast zijn? Ja, we weten, Jezus heeft een keer gezegd, ja maar, een dokter, die is er voor de zieke mensen, niet voor de gezonde mensen. En voor de mensen die allemaal niet zo best zijn, daar ben ik zeker voor gekomen. Ik wil bij jou te gast zijn. En Zacchaeus is blij. Want Zacchaeus, die had veel geld. Ja, en die had een groot huis. En had een grote klerenkast. Maar één ding had hij helemaal niet. Vrienden, niemand. Ja, dan heb je met al je centen. God is wel altijd een vriend. Zeker, en dat liet Jezus ook merken. En ik wil bij jou te gast zijn. En dan heeft de evangelist niet precies opgeschreven wat daar gezegd is. Maar
Ik denk zoiets als van, Zacchaeus, waarom ben je eigenlijk zo ongelukkig? Want je hebt wel geld, en waarom ben je zo ongelukkig? En toen dacht Zacchaeus, ja, ik snap wel waarom de mensen eigenlijk zo doen tegen mij. Want het is ook niet goed wat ik doe. En weet je wat? Ik ga het goed maken. Alles wat ik van de mensen heb weggestolen eigenlijk, ik geef het ze terug. En nog meer zelfs, ja. Heel goed, Thomas. Want er staat in het eerst, dachten de mensen, maar wat is er met hen gebeurd? En ze vertrouwden het niet. Maar ze merkten wel, hij doet het nog ook wat hij zegt. En hij raakte zijn geld een beetje kwijt, want hij ging je uitdelen. Maar hij kreeg wel veel vrienden voor terug. En hij wist, het is vergeven, ik kan een nieuwe start maken. En dat heeft hij gedaan. Weet je ook zo'n, daar hebben we het vorige keer wel over gehad, denk ik. Matthäus was ook zo'n tollenaar. Ook zo'n iemand zoals Zacchaeus. En toen kwam Jezus bij hem. Er zaten allemaal vrienden bij hem. Ja, moet ik hebben. En iedereen, wat Matthäus, moet je die hebben? Kun je die gebruiken? Ja. En hij ging mee. En hij is een heel ander mens geworden. Volgende keer. Een nieuw verhaal, de volgende week.